De politie heeft in het onderzoek naar de gewelddadige dood van mevrouw Heiltjes uit Oosterwolde een 33-jarige inwoner van Vochtelo aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood. De 33-jarige man werd woensdag in zijn cel in het huis van bewaring aangehouden. Hij zat al vast omdat hij op vrijdag 29 maart werd aangehouden nadat hij de Primera-winkel aan de trambaan in Oosterwolde had proberen te overvallen. Het personeel van de winkel en enkele klanten, waaronder een agent in privé-tijd, grepen in en hielden de verdachte aan. In Oosterwolde waren al eerder 3 overvallen gepleegd, waaronder 2 op een tankstation en 1 op een winkel. In Bakkeveen werd in september vorig jaar een snackbar overvallen. Tijdens het vervolgonderzoek werd duidelijk dat de 33-jarige verdachte waarschijnlijk ook deze 4 overvallen op zijn geweten heeft. Daarnaast wordt de man verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van mevrouw Heiltjes. Marijke Heiltjes werd op 12 september vorig jaar levenloos aangetroffen in haar woning aan de Klaasingaweg in Oosterwolde. Ze was door een misdrijf om het leven gebracht. Al eerder werd een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Deze man werd door de raadkamer in vrijheid gesteld. Een team van 15 rechercheurs werkt nog steeds aan het onderzoek.